Okay, let's go. Here you go. Come on. You don't know me, I don't know who you are. But I know that you live with me under these stars. Zijn jullie een beetje opgewarmd? Ja, zeker. Go for it. Onze vraag is, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wow. Jullie zaten samen bij elkaar op school met Jan, de bassist. Ik zat hier in Haarlem en ik kende de drummer weer. En toen zijn we gewoon één zondag een keer samengekomen in een ruimte als deze om te gaan jammen. En dat voelde toen gelijk heel goed, toch? Ja, zeker. Werden jullie dan ook meteen vrienden? Als je veel met elkaar speelt en veel met elkaar optreedt, dan voelt het niet meer als vrienden, het voelt meer als familie of zo. Zij zijn allemaal zelfs zo ver gegaan dat ze het logo van de band op hun arm hebben getatoeëerd. Hier zo. Ja. Is er een kans dat hij er nog komt? Nou, als Afraid of the Dark nummer 1 wordt. Oké, dit staat op film. Neem ik een tatoeage. Ja, ik heb er nu wel spijt van. En waar komt de naam vandaan? Alvast bedankt. Wij waren denk ik al 2 maanden een band of zo, maar we hadden nog steeds geen naam. En toen ben ik met de drummer Jer en de bassist Jan zijn we naar een restaurant gegaan. En toen zei ik, jongens, we gaan hier niet weg voordat we een goede bandnaam hebben. En toen kwam er een dame, een serveerster, en die kwam met een heel groot bord met de specialiteiten van die dag. Nou, er stond van alles op en dat eindigde met en de chef special van vanavond is. En toen, ik weet niet, toen dacht ik ja, dat is hem. Dit was denk ik de eerste naam waarvan we niet meteen dachten van oeh, dat is geen goed idee. Dus het was meer van, dat is... Ja. Welke namen zijn het niet geworden? Ja, op een gegeven moment hadden we zo lang geen bandnaam dat mijn moeder zich er ook mee ging. En die had bedacht, die zei gewoon van waarom noemen jullie jezelf niet gewoon de Funky Tigers? Nou, dit is wel knapper, want dit zijn de goede akkoorden. Ja. En dat gebeurt niet vaak, hè? Nee. Hoi Joshua, ik heb een vraag voor jou. Namelijk, geeft corona je inspiraties voor nieuwe liedjes? Alles kan inspiratie geven. Dus natuurlijk is corona iets waar we zo niet omheen kunnen. Het bepaalt ons leven. Dus ik denk wel dat bijvoorbeeld Afraid of the Dark een liedje is wat we schreven omdat deze tijd zo was. Oh, I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars. Over depressies gaat het, hè? Over je echt rot voelen. Ja. Soms dan heb ik dagen dat ik wakker word en dat ik echt helemaal geen zin heb in de dag. En dan voel ik me gewoon heel verdrietig. En waar het liedje over gaat is eigenlijk dat je niet bang hoeft te zijn voor die donkerte. En dat je verdrietig mag zijn. So can you leave a little light on? A little light on. Hoe voel je het om mee te gaan? Wie is de mol? Goedjes doen. Ik vond het heel erg leuk, want ik hou heel erg van spelletjes. Trust. Ik mocht gaan upsiden van een gebouw af. Dat vond ik heel cool. En ik mocht gaan lasergamen en koprollen doen. En ik had geen idee wat ik ervan moest verwachten, maar ik vond het echt een heel leuk spel. Ik dacht gewoon dat ze hem de mol zouden maken. Dat dacht ik ook inderdaad. Dat leek mij gewoon een heel goed idee, want dat kan hij gewoon heel goed. Ja, ik wist het. Ja. Wat is jouw allergrootste blunder? Zeg maar, als ik een blunder maak, dan is het gelijk aan plein publiek. Nou, jij hebt ook de meeste kans op een blunder. Jullie hebben allemaal van die stiekeme blundertjes die niemand doorheeft. Ja. Ik kwam heel cool opgelopen. Yo, Haarlem, what's up? En daar lag een plas water. En toen ging ik zo. Viel ik zo op de grond. Voor 10.000 mensen. Oh. Wat vind je het leukste liedje om met jouw special te spelen samen? Doei! Haar t-shirt staat Amigo op. Dat is een liedje van ons ook. Dat vind ik zelf heel leuk om te spelen. Amigo. Ik zet dat altijd in op gitaar. En altijd als we dat beginnen, dan zie ik gewoon in het publiek meteen iedereen van. Oh ja, oké, we gaan. We gaan er een feestje van maken. Guido had dat gitaarmelodietje gemaakt. En er was een studioassistent en zijn bijnaam was Amigo. En we zaten. En toen kwam hij binnen en toen zei iemand Amigo. En toen dachten we, hey. Let's go! Amigo! Boom! Dank jullie wel.